De politie heeft het nog steeds niet officieel bevestigd en het sporenonderzoek is ook nog niet afgerond. Maar ondertussen bestaat het sterke vermoeden dat het lichaam dat vannacht is gevonden in een woning aan de Bourgoense straat in Rotterdam-Zuid het stoffelijk overschot is van Jennifer van Oostende. Het 10-jarig meisje werd sinds zaterdagavond vermist. Voor ons staat Jan-Roelof Visser in de Bourgoense straat. Jan-Roelof, is er al wat meer bekend? Suzanne, het sporenonderzoek is nog steeds bezig. Ze zijn in het huis op zoek naar aanwijzingen die duidelijk kunnen maken wat er nu precies gebeurd is. Dat is al de hele avond gisteren bezig geweest, dat is vannacht bezig geweest, dat is ook nu nog bezig. En dat duurt echt nog eventjes, want ze moeten het heel nauwkeurig vastleggen. De zus van Jennifer die schreef vandaag op haar Facebookpagina dat haar zusje is overleden. En de politie laat nu ook weten dat het toch wel voor 99% zeker is dat het meisje dat gevonden is in dit huis Jennifer is. Nou, het begon zaterdagavond allemaal toen ze om 6:30 niet thuis kwam. Na een ruzie zou de 10-jarige Jennifer om 6:30 het huis van de ex-partner van haar oudste zus hebben verlaten. Dat doet ze na mobiel overleg met haar vader. Die woont een paar straten verderop. Op het adres van haar vader arriveert ze niet. 2 uur later schakelt de familie de politie in en gaat zelf op zoek. Taxichauffeurs worden opgeroepen alert te zijn en de buurt wordt ingeschakeld. Familie en vrienden maken een pamflet met foto en verspreiden die door de hele buurt. Tot en met afgelopen nacht zoekt de familie met 20 tot 30 man naar Jennifer, vertelt een vriendin van de familie. Ja, we hebben echt door het park gelopen. Alles afgestruind met zaklampen. Met een man of 20, 30. Vannacht nog 500 pamfletten. Geprint en overal opgehangen. En allemaal voor niks. De hoop vervliegt wel naarmate de vermissing langer duurt. Kijk, 2 uur, dan denk ik nog, ze komt nog wel. 4 uur, nou, ze komt nog wel. Maar na 24 uur, een meisje van 10, nee. Lopende het onderzoek krijgt de politie tips binnen. Dat het niet gaat om een vermissing, maar om een mogelijk misdrijf. Waarbij de ex-partner van de oudste zus is betrokken. Een aanknopingspunt is de fiets die voor de deur is blijven staan. En camerabeelden dat het meisje het pand nooit heeft verlaten. Zondagavond wordt het lichaam van een meisje gevonden. Een uitgebreid sporenonderzoek wordt in gang gezet. De politie gaat er dan al wel vanuit dat het lichaam van de 10-jarige Jennifer is. Op Facebook schrijft de oudste zus in de loop van maandagochtend dat haar ex-partner het heeft gedaan. Klasgenoten van Jennifer worden op school ingelicht en opgevangen door een psycholoog. De school richt een speciale hoek in voor Jennifer. In de buurt is vanavond een besloten bijeenkomst georganiseerd door de deelgemeente Sjaarloos. En die bijeenkomst is om 6:30 vanavond. Daar zal ook de directeur van de school spreken. Voor de volledigheid, de 26-jarige ex-partner van de oudste zus van Jennifer is gisteravond dus gearresteerd. Jan-Roelof, nog steeds in de straat van zijn woning. Hoe is de sfeer daar? Iedereen is neergeslagen. Er komen hier de hele tijd al mensen naartoe. Staan vertwijfeld naar het huis te kijken. Niemand kan begrijpen wat daar gebeurd is en waarom het gebeurd is. Er komen ook kinderen hier naartoe. Er stond net een meisje bij me. Die zit in de klas waar Jennifer ook heeft gezeten. Het was mijn beste vriendinnetje. Ze hebben vandaag ook met de lerares erover gesproken. En wat je nu ziet is dat hier mensen naartoe komen. Leggen een bloemetje neer of steken een kaarsje aan. Met de grote vraag, hoe kon dit toch gebeuren? Ja, op dit moment zijn we bezig met onderzoek op het lichaampje van het meisje wat ze aangetroffen in de woning. Dat wordt heel nauwkeurig en zorgvuldig gedaan. Wat we doen, kunnen we maar 1 keer doen. Dus dat is nu wat er plaatsvindt en het gaat nog wel enige uren duren. Kunnen we nu al met zekerheid zeggen dat het Jennifer is? We gaan ervan uit, maar we kunnen het pas echt zeker zeggen als de ouders het meisje hebben gezien. Is er al een verdachte aangehouden? Ja, er is al een verdachte aangehouden. Het is de ex van de zus van Jennifer. Hij is aangehouden onder andere nadat er informatie kwam uit telefoongesprekken die vanuit de woning werden gevoerd. Want bent u eerder al bij hem aan de deur geweest? Want ze is zaterdag vermist. Toen was duidelijk dat ze hier geweest was. Dat is de laatste keer dat ze gezien was. Bent u aan de deur geweest? Ja, vanzelfsprekend zijn we ook in de woning geweest van de verdachte. Daar hebben we toen gekeken, maar niets aangetroffen wat duidde op een misdrijf. Of wat de aanwezigheid van Jennifer wat daarop zou duiden. Maar toch reden genoeg om telefoontaps te plaatsen? Ja, en informatie uit die gesprekken, dat heeft geleid tot de aanhouding van de verdachte.
is heel lang uitgegaan van een vermissing. Wat was nou dat omslagpunt dat er toch mogelijk een misdrijf in het spel was? Nou, de vermissing hebben we meerdere richtingen onderzocht. Ze zou weggelopen kunnen zijn, er zou op straat wat gebeurd kunnen zijn, een ongeluk, maar ook een misdrijf. Nou, dat ga je uitrechercheren, dat hebben een team rechercheurs vanaf moment 1 gedaan. En op een gegeven moment krijg je informatie uit het brede onderzoek wat je doet, wat een bepaalde richting op gaat. Ja, en als je dan ook nog een keer informatie uit telefoongesprekken daarbij verzamelt, plus alle andere informatie, dan ontstaat er zeker een omslagpunt wat aanleiding geeft om een woning grondig te doorzoeken. En waarbij helaas het lichaam van het meisje, een meisje in ieder geval, is aangetroffen. De man is opgepakt, die zit nu vast, die wordt verhoord. Is er al iets bekend? Nou, de verhoren zijn in volle gang. Wat daarin precies gezegd wordt wat hij zou verklaren, daar gaan we in verband met het onderzoek nog niks meer over vertellen. Dus nog geen motief duidelijk? Het is nog niet duidelijk. Jan Roelof, het heeft dus na de melding van de vermissing van Jennifer nog 24 uur geduurd voordat het Amber Alert is verstuurd. Waarom zo lang? Het is een uiterst middel. Het is iets dat je niet zomaar inzet bij iedere vermissing. Politie benadrukt dat eigenlijk vanaf het moment, en dat is zaterdagavond 10 uur geweest, dat de familie aangifte heeft gedaan van vermissing. Er gelijk onderzoek is gestart. Ze hebben echt alles wat ze konden doen gedaan. Ze hebben mensen van de RET benaderd. Ze hebben mensen van de taxis gevraagd uit te kijken. Ze hebben met familie en vrienden gesproken, gevraagd ook hier rond te kijken. En het Amber Alert, ja, daar is een hele procedure voor. Dat vraag je niet zomaar aan. Dat hebben ze gelijk zondagmorgen wel gedaan. Amber Alert, dat kan je niet zomaar inzetten. Daar voldoet aan hele strenge criteria. Onder andere of we al weten of er wel of geen sprake is van een misdrijf. Nou, dat hebben we vanaf het moment, vanaf het begin. En we alles hebben ingezet, wisten we dat gewoon niet. En alle richtingen, alle dingen, wat kon er met haar gebeurd zijn, dat moesten we uitzoeken. En van tot dat moment hebben we moeten wachten met een Amber Alert versturen. Het is dan zo jammer dat er zoveel tijd tussen het moment zit en het aanvragen en dat het groene licht komt, toch? Ik begrijp dat u dat zegt. Het is ook nog maar de vraag of er aan de trieste, ontzettend trieste uitkomst van deze zaak, het aantreffen van een dood meisje in een woning, of dat daar iets aan veranderd zou hebben. En dankjewel, Jan-Rolof Visser. Tot zover onze berichtgeving over het drama rond Jennifer van Oostende. De vakbond CNV vindt de werkwijze van tankopslagbedrijf Otfiel in de Botlek onacceptabel. Werknemers zouden namelijk al langere tijd onveilig moeten werken. Zo zou er regelmatig de kankerverwekkende stof benzeen ontsnappen uit het bedrijf. En recent ontsnapte er nog 200 ton butaangas. Onder de werknemers bij het tankopslagbedrijf Otfiel heerst nu onrust over de manier van werken binnen het bedrijf. Vrijdag werd bekend dat er vanaf het terrein van Otfiel regelmatig benzeen ontsnapt. Dit is een kankerverwekkende stof. De Milieudienst Rijnmond kwam hierachter doordat verschillende meetlocaties door de regio de benzeen registreerden. Door het inhuren van een Engels onafhankelijk bedrijf kwam men erachter dat het bij Otfiel vandaan kwam. Vakbond CNV vindt het onacceptabel dat werknemers regelmatig in deze luchten moeten werken. Afgelopen vrijdag zijn wij door een heel aantal van onze leden gebeld met het noodsignaal. Arbeidsinspectie heeft een deel van de terminal stilgelegd. Op het moment dat je dat hoort, ga je achterhalen wat er aan de hand is. En dat was ook voor ons direct het moment om naar de directie aan te geven. We hebben een spoedoverleg nodig. Zo kan het niet verder. Wij moeten zekerheid voor de veiligheid van onze mensen. Dus stelde vakbond CNV een ultimatum dat vanavond afloopt, waarin ze eisen om harde maatregelen. Ja, we willen als CNV-haars van de directie horen dat vanaf vandaag per direct alle veiligheidsmaatregelen in acht worden genomen. En we willen ook dat de directie toezegt dat als onze mensen vinden dat het niet goed is en gevaarlijk is, dat ze zonder maatregelen het werk kunnen stopzetten zelf. En dan achteraf ook niet horen waarom heb je het stopgezet. Dus nu zijn wij de baas, niet meer de directie. Gevaar is stoppen. Het personeel zou dus zonder overleg het werk moeten kunnen neerleggen op het moment dat ze zich onveilig voelen. Of deze eis wordt ingewilligd door de directie van Otfiel is nog maar de vraag. Wel heeft de directie laten weten in te stemmen met een gesprek vanavond, waarin de eisen van de vakbond zullen worden besproken. En inmiddels wil GroenLinks een onderzoek naar de staat van de leidingen in de Botlek. De partij zegt zich zorgen te maken over de verouderde leidingen en opslagtanks. Rond het gebied wonen 20.000 mensen. GroenLinks wordt gesteund door de Rotterdamse Partij van de Arbeid. De organisatie van Rotterdamse havenbedrijven Delta Links zegt dat leidingen voldoende gecontroleerd worden en op incidenten na veilig zijn.
Volgens GroenLinks-fractievoorzitter Bonte zouden de lekkages bij het bedrijf Otfiel wel eens een topje van de ijsberg kunnen zijn. Een flink deel van de leidingen waar chemie doorstroomt is al meer dan 50 jaar oud. Bonte spreekt zelfs over een tikkende tijdbom. Dat is Russisch roulette spelen met 20.000 omwonenden. En ik vind dat er daarom een diepgaand onderzoek moet komen naar de veiligheid van die leidingen. En dat bedrijven moeten worden aangespoord om ze te vernieuwen. En ook de Partij van de Arbeid steunt GroenLinks en stelde vorige week al vragen over de lekkages. Het moet wel zodanig in de gaten gehouden dat er voor de bevolking van Rotterdam en de omliggende gemeentes geen gevaarlijke situaties mogen ontstaan. Ja, dus een apart onderzoek is wel gerechtvaardigd, zegt u? Ja, een onderzoek is wel goed om dat te doen. De belangenorganisatie van het havenbedrijf DeltaLinks begrijpt de ophef over Otfiel wel, maar zegt dat het hier om incidenten gaat en dat in het gebied geen enkel risico genomen wordt. Met zelfs een speciale werkgroep Leidingstraten. Toch zegt DeltaLinks voorzitter Van Sluis dat er snel overlegd moet worden. Ik zou liever willen dat de gemeente in overleg komt met het verantwoordelijke bedrijfsleven, gezamenlijk met het havenbedrijf. En eigenlijk de brandweer, de veiligheidsrisico's, regio, dat we met elkaar een plan maken hoe we dit zo goed mogelijk kunnen beantwoorden. Los van de vraag hoe 1500 kilometer leiding gecontroleerd kan worden, schatten de deskundigen in dat bij normale omstandigheden voor de 20.000 bewoners van omliggende woonwijken nauwelijks risico is. Na een kort ziekbed is afgelopen zaterdag een van de bekendste saxofonisten van Nederland overleden, Piet Noordijk. De Rotterdamse jazzpionier is 79 jaar oud geworden. Piet Noordijk werkte in zijn lange carrière samen met tal van grote namen uit de jazzwereld. Pim Jacobs, Rita Reis, Nina Simone en Toets Tielemans, om er maar een paar te noemen. De Rotterdamse jazzscene treurt om het verlies. De stijl van spelen sprak iedereen wel aan. Het was heel bluesy en vol gevoel. En op het podium had hij een charisma van hier tot Gunther. Het was een enorme gentleman. Ik moet eerlijk zeggen dat hij elke keer weer gehakt van me maakte. Het is een force to be reckoned with. Hij speelde nooit een toegift. Heel zelden, heel zelden. Hij zegt, ik ben gehuurd van daar tot daar en dan ga ik weg. Piet is een volkomen natuurtalent en ik moet er zelf heel hard voor ploeteren. En wat ik zo geweldig vind aan Piet Noordijk's spel, wat ik zo mooi vond aan zijn spel, is dat hij is echt ongelooflijke virtuoos. En dat komt bij hem, kwam dat heel natuurlijk. Het komt er heel makkelijk uit bij hem. Mogen we hem de beste saxofonist, alt-saxofonist van Nederland noemen? Oh ja, met gemak. Ja, met gemak. En Piet Noordijk wordt aanstaande vrijdag in zijn woonplaats Hellevoetsluis begraven. Op de redactie Ruud van Os. Ruud, het Interland voetbal beheerst het sportnieuws deze dagen. Wat kan jij daarover vertellen? Nou, dat Feyenoorder Karim El Amali zich met Marokko heeft geplaatst voor de Afrika Cup van volgend jaar. Marokko won met de 3-1 van Tanzania. El Amali speelde maar 6 minuten, maar toch, hij gaat met Marokko naar dat toernooi. Tony Varela, de Spartaan, hij speelt ook kwalificatie Interlands voor dat toernooi om zich daarvoor te plaatsen met Caverdië. Caverdië won met 2-1 van Zimbabwe, maar Caverdië kan geen groepswinnaar meer worden, maar nog wel een goede tweede. Dus er is nog een kans dat ook Varela naar dat toernooi gaat. Het Nederlands elftal speelt morgen de laatste EK-kwalificatie Interland uit bij Zweden. Met welke doelstelling denk je? Want Oranje heeft zich inmiddels geplaatst. Ja, de doelstelling is te winnen. Dat lijkt heel simpel en misschien is dat ook wel. Maar Bert van Marwijk en zijn mannen spelen 10 EK-kwalificatiewedstrijden. Hebben er al 9 gewonnen. En dus willen ze de laatste ook winnen. Wat we over het team kunnen zeggen is dat Galit Boularus, de verdediger uit Maassluis, mee is naar Zweden. Ondanks dat hij gisteren tijdens de training door zijn enkel is geklapt. Over naar een andere sport. We hebben dit jaar in Rotterdam al heel veel topsportevenementen gehad, Ruud. En nu staat het WK squash voor de deur. Ja, over 2 weken, op 28 oktober, gaat dat beginnen. Een groot mondiaal squashtoernooi, de WK. De beste mannen en vrouwen komen naar Rotterdam. En dat toernooi is nu al zo in trek dat de halve finales en de finale die zijn al uitverkocht.
De eerste dagen van een toernooi worden afgewerkt in de kleine accommodatie van Victoria. Hier speelt normaal gesproken de Rotterdamse club haar wedstrijden in de Eredivisie. Groot is het contrast met de plaats waar de halve finales en de finale worden gespeeld. Het Luxor Theater. En in Canada een aantal jaar terug, praat echt over 2006, 2007, is het een keer in een theater geweest. En dat stonden we nog op mijn netvlies. Dus toen we hier in Rotterdam rondreden om te kijken naar mooie plekken, ja, kwam ook het Luxor Theater naar voren. Eenmaal binnen geweest, dan is het zo mooi dat je eigenlijk gelijk verkocht bent. De organisatie had graag de beste Nederlandse speelster ooit hier in actie gezien. Vanessa Atkinson. Helaas is ze in mei gestopt als actief speelster. En zien we haar nu in een andere rol op het WK. Ik ga na de wedstrijden vanaf kwartfinales de winnaars van de wedstrijden steeds interviewen. Dus gewoon even kort wat vragen stellen. En dat gebeurt vaak bij toernooien, maar dat is geloof ik wel een van de eerste keren dat een ex-speler dat doet. Dus dat is wel leuk. Ik ken die spelers natuurlijk allemaal vrij goed. Dus dat geeft iets informeels eraan. En hopelijk voegt dat iets toe aan het toernooi. Zowel in het dames- als het herentoernooi doen er twee Nederlanders mee. Waarbij Laurent-Jan Anjema de grootste publiekstrekker is. Die heeft vorige week het heel erg goed gedaan bij een groot toernooi in Philadelphia. Heeft de laatste 8 gehaald. Waar, geloof dat er maar 2 van de top 16 er niet bij waren. Dus hij laat wel daarmee zien dat hij mee kan gaan met dat niveau. En als hij hier ook een kwartfinale plek kan bemachtigen. En hij staat in het nieuwe Luxor Theater voor zijn eigen publiek. Wie weet wat er dan verder kan gebeuren. En na deze uitzending van Rijnmond Nieuws, Sportclub Rijnmond. Ruud, wat weet jij over de onderwerpen? Oranje in de aanloop naar Zweden. Voetbal uit de topklasse en uit de zaal. En we zijn bij een bijzonder EK. Het EK zitvolleybal. Dankjewel, Ruud van Os. Wildvreemde mensen in je huis binnenlaten. Je zou zeggen dat niemand daarvoor in is. Toch lieten tientallen Rotterdammers dit weekend nieuwsgierigen in hun huis rondsnuffelen. Verslaggever Sander Tijn was er een van. Het evenement heette Gluren bij de Buren, wat vrij vertaald neerkomt op lekker binnenkijken in Rotterdamse woonkamers. Als ik door de stad loop, dan ben ik altijd zo benieuwd hoe het er achter al die voordeuren van andere mensen uitziet. Maar zo ongegeneerd naar binnen gluren, dat kan natuurlijk niet. Maar vandaag wel. Ik ga mee met een rondleiding tijdens Gluren bij de Buren langs verschillende woningen in de binnenstad van Rotterdam. Eerste stop, de woning van architect Joost Koenen. Deze Gluren bij de Buren gaat over de woning, dus jullie krijgen het kantoor even niet te zien, maar wel de woning. Zien jullie jezelf hier wonen? Nou, ik vind het wel heel bijzonder. Ja, en vooral met die mooie ramen vind ik erg tof. Is het niet raar om opeens zo'n groep wildvreemde mensen in je huis te hebben staan? Nou, ik ben eraan gewend, inmiddels. We doen eigenlijk niet anders. Het is, iedere week komt er wel iemand die even wil kijken. Meestal komen ze niet verder dan het kantoor. Maar bij uitzondering, zeg eens per maand, wil er toch iemand wel even naar boven. Dus dat faciliteren wij. Maar het was even wennen. Je laat ook gewoon je slaapkamer zien. Slaapkamer, ja. Ja. Er is geen enkele gêne meer wat dat betreft. Zijn jullie zo nieuwsgierig? Nou, een beetje wel, ja. Ja, en normaal, ja, je kan me aanbellen, maar dat is natuurlijk een beetje raar. En nu loop je gewoon in iemands huis en heel tof. Hoe is het om hier te wonen? Heel leuk, anders zou je er ook niet blijven wonen. Soms ook lastig. Zeker soms 's nachts met mensen die joelen of mensen die met motoren door de stad heen rijden waarvan je denkt, doe dat op een circuit. Goed, overal wonen heeft voor- en nadelen. Je zit wel vlakbij heel veel culturele dingen, winkels, uitgaan en dat soort zaken. Ja, gewoon midden in het vertier, om het maar zo te zeggen. En ja, het is ook een fijn huis. Tijdens deze rondleiding kom ik niet alleen in huizen waar al mensen wonen. We gaan ook langs woningen die nog in aanbouw zijn of waar de bouw nog moet beginnen. Is dit een plek waar jullie zouden willen wonen? Nou, niet direct, nee. Ik zou sowieso niet in Rotterdam willen wonen. Maar ik woon vrij dicht bij Rotterdam en dat vind ik heel prettig. Ik ben zo in de stad. Een van de deelnemers vandaag aan Gluren bij de Buren is Hamid Karakous. Wethouder wonen en ruimtelijke ordening en voor zijn politieke carrière makelaar.
Bent u nou zelf ook zo nieuwsgierig als u over straat loopt en u ziet al die huizen? Ja, dan wil ik altijd weten van, hebben we het goed gedaan? Hebben mensen naar hun zin? Daar gaat het uiteindelijk om. Dus ik vind het wel interessant inderdaad, zo'n wandeling vandaag. Waar mensen binnenkomen, met mensen in contact. En de mensen laten vertellen over hun buurt, over hun woning, over hun beleving. Nou, dat is geweldig. Ik woon pas in Rotterdam, dus ik ben op verkenningstocht door de stad. En ik zie al een heleboel om me heen, maar nu ik erin geweest ben, ga je er weer heel anders naar kijken. En bevalt het in Rotterdam? Ik vind het een geweldige stad, ja. Ik heb nou een aantal woningen gezien vandaag, maar met dit uitzicht is dit wel een woning waar ik echt zou kunnen wennen. En dit was Rijnmond Nieuws. Meer nieuws vindt u op rijnmond.nl. Nog een prettige dag verder.